Metin Aydin is eigenaar van een café aan de Steenstraat in Arnhem. Tot 13 oktober 2009. Vlakbij zijn huis vindt een bizar tafereel plaats. Als Metin bijna thuis is, wordt hij klemgereden. Mannen die eruit zien als politieagenten overmeesteren hem en ontvoeren hem. Nu, 3 jaar later, is nog steeds geen enkel spoor van Metin Aydin. Zolang de slechte nieuws niet binnen is, natuurlijk, het is 3 jaar geleden. Je hoop is misschien minimum, misschien 0,1%, maar toch, je houdt elke dag hoop. Toch hoop je van, hopelijk leeft. De Steenstraat in het Arnhemse Spijkerkwartier. Metin Aydin is de trotse eigenaar van Café Kent in deze levendige wijk. De kroeg is een populaire pleisterplaats voor veel Turken en Koerden. Metin, bij vrienden beter bekend onder zijn bijnaam Chetto, is geliefd bij zijn klanten en staat zelf regelmatig achter de bar. Zo ook op de avond van 12 oktober 2009. ...7-8 kişi daha hala müşteri vardı içeride, oyun moyun taş, hokey oynuyorlardı. O hokey saatinde benim uykum geldi, eve gitmek istedim. Kendisi de tamam dedi, ben de eve gidiyorum dedi. Om 2:30 verlaat Metin het café samen met Cemil, een van zijn beste vrienden. Samen stappen ze in de auto van Metin en rijden naar Arnhem-Zuid, waar ze allebei wonen. Yolda sohbet ettik. Eski günlerimizde şeyleri anlattık, yani böyle esprili şeyler konuştuk. Vlakbij het huis van Cemil zet Metin zijn vriend af en rijdt verder naar huis. Metin Aydin rijdt met zijn Mercedes de Albert van Dalsumlaan in. Hij is bijna thuis. Zeven mannen, gekleed in politiehesjes, stormen op de auto van Metin af. Metin heeft geen tijd om te vluchten. Bewoners van de Albert van Dalsumlaan zien het allemaal gebeuren en denken eigenlijk aan een arrestatie. Toch belt een van hen de politie. En die stuurt er 2 wagens naartoe. Een van de politiewagens zet de achtervolging in. Maar op de snelweg richting Nijmegen raakt hij de ontvoerders kwijt. De Mercedes van Metin Aydin wordt later die nacht 3 keer geflitst, onder meer 2 keer in Nijmegen. Maar daarna loopt het spoor dood. De vrouw van Metin wordt pas de volgende morgen op de hoogte gebracht van de ontvoering van haar man. Ze is radeloos. Ik smeek hem bij, ik wil mijn man terug. Ja, ik raakte in shock. Ik wist niet wat ik moest doen. Voor mijzelf is het moeilijk. Maar ik denk dat iedereen het wel moeilijk heeft.
is gewoon moeilijk. Het is jouw bloed. De politie laat niets los over de zaak. Eén dag na de ontvoering wordt er een inval gedaan bij een bedrijfspand in Breda. De Arnhemse politie zou daarbij aanwezig zijn geweest. Ook zouden de auto's van de daders en van Metin Aydin daar gezien zijn. De vraag rijst of Metin betrokken is geraakt bij duistere zaken. Ik denk als hij met zoiets bezig was, zou hij ook geen café runnen. Zou hij meer een BV of zo openen of een grotere zaak openen. Zou hij niet elke dag bier verkopen, koffie verkopen, thee verkopen. Ruim een maand na de ontvoering komt er een mysterieus telefoontje binnen bij een oom van Metin in Turkije. Buyurunuz. Sen Çetun'un akrabası mısın? Evet, neden? Bir yanlış anlaşılmazlık dolayı oldu. Kimsiniz? Sizi tekrar arayacağım. Hello? Hello? De politie wordt op de hoogte gebracht van het telefoontje, maar verder onderzoek levert niets op. Opnieuw een teleurstelling voor de familie. En zo gaat het eigenlijk keer op keer. In november wordt de familie plotseling gebeld door de recherche. De auto van Metin zou gezien zijn in Leidschendam. Even gloort de hoop, maar al snel blijkt dat de politie zich heeft vergist. Maar wie was Metin Aydin? Had hij misschien vijanden? Familie en vrienden kunnen zich daar weinig bij voorstellen. İyi arkadaşlarımız vardı. Sempatik bir insandı, dürüst bir insandı. Çok zengin değildi. Ama elinden gelen de insanlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Hij hielp altijd mensen. Bijvoorbeeld als iemand een overlijden, een begrafenis heeft. Ze hebben geen geld voor tickets. Heeft hij gedaan wat hij kan doen. Hij heeft altijd mensen wel geholpen. Hij heeft iedereen wel geholpen. Jamil kent Metin al bijna 30 jaar. Hij mist zijn vriend nog iedere dag. Benim için de daha dün gibi olmuş bir olaydır. Herhalde eğer ben unutmamışsam ne onun çocukları ne onun hanımı ya da onun anası, babası, kardeşleri hiç kimse unutmamıştır. Herkes benim gibi de duygusaldır. De familie is ook verbaasd dat de politie hem eigenlijk niet direct heeft gehoord. Er waren hier bijvoorbeeld 15, 20 personen toen hij wegging. Geen een van die personen is verhoord. Diegene die met hem mee is gereden, die afgezet moest worden door mijn oom, die is ook niet verhoord. Ik heb hier nog steeds, werkt hetzelfde personeel, werkt hier al 10 jaar. Die man is niet eens één keer verhoord. Heb je iets gemerkt? Was er een probleem met hem? Helemaal niks. En terwijl familie en vrienden vertwijfeld afwachten, zit de politie niet stil. Onder meer Metin's financiële situatie wordt onderzocht. Zo wordt er gekeken naar mogelijke banden met de gokwereld. In het café wordt inderdaad regelmatig gegokt. En daarbij gaan soms behoorlijke bedragen over de tafel. Maar ook dit spoor loopt dood. 4 maanden na de ontvoering organiseren familie en vrienden van Metin een stille tocht door het centrum van Arnhem. Zo'n 700 mensen lopen er mee. Dat Metin Aydın wordt gemist in de Turks-Koerdische gemeenschap is wel duidelijk. Er wordt €200.000 bij elkaar gebracht voor de gouden tip. Maar ondertussen blijft de familie klagen dat de politie zo weinig loslaat over het onderzoek. De vrouw van Metin Aydın dient zelfs een klacht in bij de ombudsman. Hij neemt de klacht serieus en organiseert een gesprek tussen de politie en de familie. Even denkt de familie meer informatie te krijgen omdat opsporing verzocht aandacht besteedt aan de zaak. Maar een uitgebreide reconstructie van de ontvoering wordt vlak voor de uitzending afgeblazen. Omdat de informatie die wij wilden verkrijgen via die reconstructie is op een andere manier binnengekomen. En was er geen noodzaak meer om die reconstructie uit te zenden bij opsporing verzocht? Uiteindelijk trekt het Openbaar Ministerie begin 2011 de stekker uit het onderzoek. Als je alle aanwijzingen die je hebt, alle informatie die je hebt, doorgelopen bent, op de verschillende scenario's hebt losgelaten, kijken waar kunnen we nog meer informatie krijgen en halen. En als dat allemaal tot dode punten loopt, in feite, dan houdt het op. Dan op een gegeven moment ben je klaar. Als er dan geen nieuwe informatie komt. En dan moet je ook durven te zeggen, nou, we zijn klaar, we hebben geen nieuwe informatie, dan stopt het nu. Maar de familie is woedend. Ze vindt dat de politie en justitie te weinig gedaan hebben om de zaak op te lossen.
Ze weten niks, ze weten niet waar die man is. Leeft hij of leeft hij niet? Ze hebben tot nu toe niks voor gedaan. Dit is het werk van de politie. Maar de politie doet zijn werk niet. Ook is er onbegrip over de beperkte informatie die de familie kreeg over de zaak. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat het altijd te weinig is. Elke informatie is te weinig. Liefst zou je bij de rechercheur aan tafel willen zitten en dagelijks meekrijgen wat er speelt en wat er gebeurt, wat er wel gebeurt of niet gebeurt. Maar dat kan niet. Maar de familie legt zich niet neer bij het stopzetten van het onderzoek. Ze dienen zelfs een klacht in tegen de politie en Openbaar Ministerie om het onderzoek te laten hervatten. Maar ze krijgen geen gelijk. De advocaat van de familie is op dit moment bezig om de zaak aan te kaarten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook volgt er nog een bodemprocedure tegen de staat. Want de familie zit nog altijd met heel veel vragen. Want als Metin is ontvoerd, waarom is er dan nooit losgeld geëist? En wat was het motief van de daders? En waarom heeft de politie door de jaren heen zo weinig informatie over de zaak naar buiten gebracht? Ja, een mens leeft altijd op hoop. Dus we hopen zeker dat er nieuwe informatie zal komen. En als dat er gebeurt, dan zullen we uiteraard weer in de zaak duiken en de mensen op de zaak zetten om te kijken wat die informatie betekent en oplevert en of we tot een oplossing kunnen komen. Als die niet leeft, willen we tenminste een graf hebben dat we weten deze man leeft niet. Wij kunnen niet zeggen het is voor ons gesloten of het is nog voor ons open. We kunnen geen... Je leeft met onduidelijkheid elke dag. Bir gün öyle bir haber bir müjdeyi alıp da Metin yaşıyor diye.